Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van vrijdagmiddag 21 augustus van Weerplaza. Zomerse temperaturen in een groot deel van het land vandaag, met name in het midden zuiden en oosten. In het westen was het ietsje koeler en dat had alles te maken met bewolking die aanwezig was. Lokaal viel er ook een licht buitje, met name in Noord-Holland. Die bewolking die gaat verdwijnen en het weekend ziet het er prima uit. Zaterdag wordt het prachtig mooi weer met veel zon en overal loopt de temperatuur op tot boven de 25 graden. Alleen in het waddengebied blijft de temperatuur net steken onder de 25 graden, maar ook daar is het verder prachtig mooi weer. Nou, vanavond zijn er ook flinke zonnige perioden nog. Er zijn opklaringen in het oostelijk deel. In het westen zien we nog wel wat meer bewolking. De temperatuur ligt tussen de 21 en 22 graden tijdens zonsondergang. Vannacht daalt het kwik uiteindelijk dan naar een graad of 15. Ook dan zijn er brede opklaringen en staat er een zwakke wind uit het zuidoosten. Alleen in het noordwesten trekken er af en toe nog wat wolkenvelden voorbij. Morgen een heuse zomerdag in heel het land. Temperaturen lopen op naar zo'n 25 tot 27 graden. Mogelijk dat het in Limburg zelfs nog 28 graden gaat worden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten en het blijft overal droog. Ook zondag beginnen we met veel zon, maar dan gaan er wel dingen veranderen. Eerst trekt de wind aan, die wordt matig tot krachtig uit oostelijke richtingen, met name boven het IJsselmeer en het Waddengebied kan het stevig waaien. En in de middag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. En tegen de avond kunnen er dan een aantal stevige buien gaan vallen. Die buien die trekken langzaam naar het noorden en verliezen dan hun activiteit. Ik denk dat de eerste buien in het noorden van het land pas vallen in de nacht van zondag op maandag. Maandag is het een wisselvallige dag, met veel bewolking en ook een aantal buien, mogelijk nog met onweer. De temperatuur ligt tussen de 20 en de 22 graden. En ook dinsdag is het nog wisselvallig, maar de buienactiviteit neemt wel geleidelijk aan af. En de dagen na zien we dat de temperatuur geleidelijk aan weer omhoog gaat. Vanaf donderdag weer temperaturen ruim boven de 20 graden. En ook in het weekend moet dat waarschijnlijk nog wel lukken. Mijn naam is Remo Klaassen voor Weerplaza.